Misha, welkom. Dankjewel. Kun jij even een hele korte introductie doen? Ja, ik ben Misha Blok. Ik uh, ben een radiomaker en een podcastmaker. Ik presenteer iedere dag het programma Misha op NPO Radio 1. Um, waarin ik uh, een uur lang praat met iemand die uh, onder vuur ligt. Uh, eigenlijk is het een soort van ode aan mensen die nog steeds hun mening durven te geven aan 2022. Mooi, ik maak je volgens mij ook net even een bruggetje na bij het event. Ja. Want het is nog niet uh, gecanceld. Nee, het is echt... Uh, op, het, op het moment is het een vrij onveilige situatie, heb ik het idee. Dat uh, iedereen die staat uh, kan op de zwarte lijst terechtkomen. Klopt. Uh, daarnaast maak ik Vink, dat is de podcastgids van Nederland. Dat doe ik ook voor Radio 1, waarbij we vier tippen, luistertips. Uh, en ik ben een podcastmaker ook, dus uh, ik maak ook uh, Exe de podcast en uh, ik heb in het verleden de podcast Liefdeslessen gemaakt. Ja, leuk. Dus echt een passie voor radio en podcast. Zeker, zeker. En uh, je kwam net terug uit Zweden, gaf je aan tijdens het event. Uh, wat zijn nou innovaties die je daar hebt gehoord, waarvan je denkt van daar word ik enthousiast van? Nou, wat ik heel interessant vind is dat uh, de Nederlandse podcastmarkt is maar beperkt natuurlijk, maar dat komt dus door ons taalgebied. Uh, het is gewoon een heel klein taalgebied wat wij ja. hebben. Uh, maar in Scandinavië zijn ze dus heel erg bezig met het opkopen van formats en uh, met het uh, vertalen van die podcast. Ah. En ik, uh, zag, ik zat dus bij een sessie over technische ontwikkelingen. En toen lieten ze horen dat het dus nu mogelijk is dat als nou, ik heb een Nederlandstalige podcast. En dan kunnen zij gewoon uh, is het tegenwoordig de techniek dat ze die gewoon kunnen vertalen met mijn eigen stem in een andere taal. Zo text-to-speech met jouw stem. Ja, maar met echt intonatie en alles kloppend. Dus op die manier kun je natuurlijk zoveel podcasts. zou je gewoon kunnen vertalen en groter kunnen maken. doordat je dat taalgebied vergroot. Ik heb daar heel veel over nagedacht, want ik ben zelf een marketeer. en ik heb nu twee camera's meegenomen. Ja. Het voordeel wat je dan hebt. is dat je natuurlijk met ondertiteling nog iets kan doen. qua ja. vertaling. Alleen ik werk ook wel voor bedrijven die dan. Uh, nou ja, in tien landen zitten. en dat is gewoon veel te duur vaak. Ja. Dus dit goed. is de oplossing. Ja, dat is echt mooi, toch? Ik hoop dat het heel snel naar Nederland, of niet naar Nederland komt, maar heel snel ver genoeg doorontwikkeld is ja. om, uh, om te kunnen gebruiken. Ja, nou ja, en verder uh, over podcast. Uh, ja, toch nog steeds dat uh, de True Crime podcast het nog steeds heel goed doen. Maar daarnaast werd ook heel erg de nadruk gelegd op dat het zo belangrijk is dat een podcast een um, uh, heel makkelijk een onderdeel kan worden van jouw dagelijkse ritueel. Ja, nou, die zette mij aan het denken, inderdaad. Dat ik dacht van. Op welk moment wil ik dan onderdeel zijn van het ritueel van mensen? Precies. Kijk, ik heb bijvoorbeeld uh, mijn ochtendritueel. Dat is gekoppeld aan een paar podcasts. Mijn uh, terug naar huis rijdt ritueel is ook gekoppeld ja. aan een podcast. Maar dus zijn dat allemaal dagelijkse podcasts? Uh, nee, sommige niet. Uh, een paar dagelijkse volg ik wel. Maar sommige uh, die, uh, die zijn dan één keer in de week of één keer in de twee weken. Ja. Maar ik geloof er wel in, heel erg. Ik heb vaak ook die discussie gehad met podcastmakers, dat ze zeiden van ja, wij plaatsen het gewoon op het moment dat het er is. Maar daar geloof ik niet in. Ik geloof heel erg in regelmaat en, uh, ja, en verwachtingspatroon. Als ik gewoon altijd op donderdag om vier uur in de auto zit, wil ik altijd op dat moment mijn podcast willen luisteren. Ja, leuk. Nou, bedankt voor jouw visie daarop. Ja, alsjeblieft.